Het volk moet geholpen worden en de handel moet gecontroleerd worden in deze moeilijke economische situatie. Dit zei Paulse Mohardjo, voorzitter van de Percaya Luhur, bij de opening van de onderneming Volks Impex NV. Somaharjo zegt dat het doel van de onderneming is om de bevolking en de lokale winkels te voorzien van basisgoederen. Iedereen klaagt, dingen zijn duur, twee maal, drie maal. Maar wat moeten we doen? De controle is niet zo geweldig. En daarom proberen wij een eigen NV op te richten. De NV is ten doel eerst één, om het volk te helpen van goedkope basisgoederen. Twee, om ook de handel te controleren. Het mag niet zo zijn dat wanneer wij allemaal zeggen we willen het volk helpen, ons streef is 10% winst, maximum 10% winst, en dat andere 30% te vernemen. En door deze NV op te zetten met volkswinkels, zodoende kunnen wij dat even in balans brengen. De PL-voorzitter zegt dat de partij de noodzaak van zo'n onderneming al enige tijd heeft ingezien. Volks Impex zal in verschillende resorten distributiewinkels hebben. Vrijdag zijn wij in Sinabo in Komoweide, zaterdag zijn we in Para, La Filancia en zondag in Marienburg. En de bedoeling is dat we in alle districten zo'n volkswinkel gaan opzetten en in alle soorten. Met andere woorden, dus deze NV is garandeerd van de distributie. Anders zou zijn een gewone NV bij mij, is afhankelijk van derden, is afhankelijk van meneer, gaat die persoon bij mij inkopen doen? Nee, deze NV is garandeerd van een aantal volkswinkels. Dit jaar willen we brengen naar 25 en ons doel is om meer volkswinkels op te zetten. Somaharjo zegt dat de oprichting van de onderneming moet leiden tot het tegengaan van ongecontroleerde prijsopdrijvingen. Volks Impex wil uiteindelijk zelf producten importeren. Dat gebeurt nu met behulp van bevriende importeurs.